Oh, that's because mine only hard. Laten we iets lager. Dit is hoger. Oh. Oh boy. Actually, if you don't mind. Kijk, zo moet het. Overheen. Deze is leuk. Heerlijk level. Jee! Emiel! Jongen! Welkom thuis. Dat zei ik net ook al, maar dat je me niet kon horen, zeg ik het nu nog een keer. Welkom thuis. En welkom op de stream. Welkom bij mij in de huiskamer. Ja, het gaat allemaal best. En met jou. We hebben dankzij Rick hebben we nou een officiële website van Gamers met een Hart. Misschien ik denk misschien dat het handig is als we bijvoorbeeld wat meer streamers hebben en we precies weten wat het schema is om het schema ook op de website te zetten, zodat mensen kunnen weten wanneer iemand streamt of wanneer iemand niet streamt of en bijvoorbeeld een Twitter feed of een Facebook feed erop of zat tijd. Oké. Dat moet goed komen. Helemaal goed. Tijd. Oeh, we gaan de kit even halen. In ieder geval zijn levels aan het halen, dat gaat lukken. Dat is te moeilijk.
halen. Ah, te laat, ga zo weg. I know, ik ga proberen de warp gate te halen. Of de warp zone. Je kan ze repareren. Je kan bij winkels zoals Netgame of Game Mania kan je losse pokies kopen. En daarmee kan je ze repareren. Warp zone. Dit is dan echt de moeilijkste van het hele spel. We zijn terug, 2 seconden. Ik ga dit stukje, ik zet heel even mijn stream aan en uit, of uit en aan, zodat dit gedeelte een losse video wordt. Want dit kan heel erg frustrerend worden en ik heb geen zin om al mijn gereed en gescheld op YouTube te hebben. Als het begrijpelijk is. Dus ik ga hem even opnieuw aanzetten en uitzetten, zo terug, 2 seconden.